lessen uit de koekgevangenis. Ze brengen voor u de tralietango. Neem Bernie. Bernie hield van kauwgom. Van die klapkauwgom. Plop. Kom ik op een dag thuis, goed de ziekte in, op zoek naar een beetje begrip, ligt Bernie op de bank, pilsje in zijn hand en zijn bek vol kauwgom. Van die klapkauwgom. Plop. Dus ik zeg tegen het, ik zeg, Bernie, als jij dat nog één keer doet, en wat zegt hij? Plop! Dus ik pak mijn geweer van de schoorsteen en ik los twee waarschuwingsschoten. De waars door zijn kop! Hij doet daar zelf om, hij doet daar zelf om. Zijn eigen stomme schuld te doen. Als je gepaaid wordt en zo genaaid wordt, wees eerlijk, jij zou hetzelfde doen. Ik ontmoette Ezekiel Jong uit Salt Lake City zo'n jaar of twee geleden. Hij was toch vrij, zei hij, en het was meteen raak, dus gingen we samen wonen. Hij ging 's ochtends naar zijn werk, kwam 's avonds thuis, ik mixte een cocktail, samen wat eten. Oh, het was een paradijs in een tweekamerflat, tot ik hem doorkreeg. Vrij, zei hij, vrij maar reet. En niet alleen was hij getrouwd, 6 vrouwen had hij, het was zo'n mormoon, weet je wel. Dus die avond komt hij thuis. En ik mix weer een cocktail. Komt hard aan hoor, rattige van de rocks. Ha, hij doet er zelf klop, zet hij ons er zelf. Zet voor de challenge net klop, zet voor de challenge. Als je gepaaid wordt, klop, en over een naai wordt, zet is dat geen misdaad, maar oh my lord. Zet voor de challenge. Nou, ik sta dus in de keuken kip te snijden voor het eten. Niks aan de hand. Kom mijn man Wilbur binnen met zijn jaloerse kop. Je naait een melkpoeripie. Hij was door het dolle en hij bleef maar schreeuwen. Je naait een melkpoer! En toen liep hij zomaar in mijn mes. Hij liep zomaar in mijn mes. 10 keer! Had jij gezien wat die met geflikt had? Wees eerlijk, jij zou hetzelfde doen. Niet, Karasjaakje, niet. Als morgen hoort hij hier een slakken level daar afferrie met. Ik ben la job dan maar feit. De nemica zien altijd lang wat jok. Neem toen om met morgen onkel Sam hoortje net hem. Probeer dan maar een dursje en mijn matjeraas niet te nemen. Echt, dat ik me ja, maar heb je het gedaan dan? Onschuldig. Mijn zuster Veronica en ik hadden een variété-act. En mijn man Charlie ging overal mee naartoe. Onze uitsmijter was een nummer met 20 acrobatische toeren op een rij. 1, 2, 3, 4, 5 spagaat, splitsalto, flitvlak en allemaal achter elkaar. Afijn, we zijn op een avond met z'n drieën in Cicero en we zitten gezellig aan de borrel in een hotelkamer en zijn opeens door onze ijsblokjes heen, dus ik ga nieuwe halen. Ik kom terug. Ik doe de deur open en zie Veronica en Charlie druk bezig met nummer 17, de spruitstand. Het was zo'n schok. Ik kreeg ter plekke een blackout. Ik kan me er niets meer van herinneren. Pas toen ik het bloed van mijn handen stond te wassen, besefte ik dat ze dood waren. Hij vroeg er zelf om. Zij vroeg er zelf om. Er komt een eind aan jouw geduld. Als ik het gevaar had, wat ik zou het schat, was het verdomme zijn eigen schuld. Hij vroeg er zelf om. Als ik
iemand heb gehouden. Oh, dat een hele artistieke vent. Gevoelig ook. Een schilder. Maar hij had één probleem. Hij was altijd op zoek naar zichzelf. Elke avond ging hij uit op zoek naar zichzelf. En dan vond hij Ruth, Gladys, Rosemary en Henk. Je zou kunnen zeggen dat we een artistiek meningsverschil hadden. Hij genoot van zijn leven, ik was een dood. Wat moet je dan, 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 dan,